Dit is Papa Alfa 0 Eco Tango Echo voor de Daily Minutes, nummer 1406 met een uitzending voor vandaag, 11 september 2018. Dit is de bulletin van dinsdag. Data vandaag is 8 PSK 1000 bij 1800 Hz, 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. Vandaag hebben we maar één onderwerp. De site van de Vierhond verwijst vandaag naar een voorgenomen beleidsregel bij mijn buurgemeente Nijkerk. Ik zit slechts 3 kilometer vanaf hun gemeentegrens en ik mag van geluk spreken. Als de gemeentebestuurders van Nijkerk hun zin krijgen, dan verstoten ze de plaatsen Enschede en Rotterdam mogelijk zelfs nog van de eerste en de tweede plaats op het gebied van de meest antenne-onvriendelijke gemeenten van het land. Ondanks landelijke afspraken tussen gemeentes over geen vergunningsplicht voor antennes van minder dan 5 meter, wil Nijkerk dat amateurs hun antennes waar mogelijk combineren met bestaande infrastructuur of met antennes van telecomproviders of andere antennebezitters. Daarnaast gelden er een aantal haast onhaalbare afstandscriteria naar andere bebouwing en in het bijzonder naar overheidsgebouwen. Moeiteloos worden amateurs daarbij naast schotelbezitters op één hoop geschoven met andere gebruikers van antennes, zoals mobiele providers, met alle nadelen en kosten voor de amateur op de koop toe. De maatregel is overigens een afzwakking van bestaande regels. In het nieuwe voorstel is sprake van een minimale afstand van 30 meter van antennes ten opzichte van bebouwing en in het geval van overheidsgebouwen 50 meter. In het op dit moment geldende beleid is die afstand nog 300 meter. De gemeente concludeert na een aantal jaren dat die 300 meter niet haalbaar was, vandaar de verlichting van het bereid. Nieuw is echter wel dat de regel in tegenstelling tot eerder ook gaat gelden voor schotelantennes en antennes voor zendamateurs. Waarschijnlijk spelen hier de gevreesde gezondheidsaspecten van zendantennes een rol. Er gelden nog een groot aantal aanvullende regels. Zo moeten antennes niet misstaan bij bestaande bebouwing. Antennes moeten uit het zicht geplaatst worden, moeten daarnaast geïntegreerd worden in de architectuur. De visuele kwaliteit van de bebouwing mag niet worden aangetast en het geldt ook voor specifiek architectonische kenmerken van gebouwen. Er zijn ook positieve punten. Bij nieuwbouw, die daarvoor in aanmerking komt, moet al bij de bouw rekening worden gehouden met de integratie van een uiteraard zo weinig mogelijk zichtbare antenne. En die moet ook nog bij het gebouw passen. Ja, daarnaast moet de antenne en de bijbehorende installatie mooi zijn vormgegeven. Zo schrijft het voorstel verder. Als je montage- en bevestigingsmethodieken gebruikt van een goede vormgeving, kan dat de integratie in de omgeving en de acceptatie van de antenne vergemakkelijken. Er zijn enkel bizarre zaken, zo moeten antennes en reclameborden zoveel mogelijk dezelfde vormgeving hebben. Ja, en volgens het voorstel is ook de kleur die de amateurantenne heeft van belang en deze kleur dient zorgvuldig te worden gekozen. Bij de aanvraag om een antenne te mogen plaatsen moeten al deze gegevens aan de gemeente ter beoordeling worden gegeven. In het voorstel is verder sprake van een aantal uitgesloten gebieden binnen de gemeente waarbinnen het plaatsen van de antennes hoe dan ook verboden is. Alleen als de plaatsende provider kan aantonen dat hij zonder plaatsing op die plek onvoldoende dekking zal hebben, zal het college bereid zijn om een nadere afweging te maken, zo staat er. Er zijn daarnaast binnen het voorstel nog een paar mogelijkheden om van het beleid af te wijken. Bijvoorbeeld als de redelijke grenzen van beeldkwaliteit of welstand niet worden gehaald. Ja, dat gaat vast ook niet over zendamateurs. Over of de regel ook voor bestaande antenneinstallaties gaat gelden wordt niet gesproken, dat zal dus ook wel niet zo zijn. Maar er wordt wel in zijn algemeenheid over gesproken dat als er bijvoorbeeld 5 huizen van een amateur een zendamateur bijkomt, dat je dan als antennebezitter ermee te maken kunt krijgen dat die nieuwe amateur geen antennevergunning krijgt, maar gebruik zou moeten maken van jouw antenne. Kortom, als je een steentje bij wilt dragen, kun je momenteel nog op het voorstel van deze fijne gemeente reageren. Mijn verzoek is dan ook om dat in zo groot mogelijke aantallen te doen. Om het je gemakkelijk te maken heb ik een linkje geplaatst op de website van de Daily Minutes p0ete.nl waar je op eenvoudige manier op het voorstel kunt reageren. Je moet er bij het formuliercode nummer in het pull-down menu laten staan en je moet volgens mij verder reageren als indiener om je reactie te kunnen sturen. Tenminste, dat is wat ik gedaan heb en ik kreeg keurig een bevestiging dat mijn mail in behandeling is genomen en dat ik nog een ouderwetse brief via de post krijg ook om dat alles te bevestigen. Dus ook als je weer eens zo'n envelop via de postbode wilt ontvangen is dit een aanrader. Maar serieus, dit fraaie staaltje van amateurtje pesten is natuurlijk te gek voor woorden. Als je niet weet wat je moet schrijven, schrijf dan in je reactie zoiets als ik ben zendamateur en ik hoorde van dit voorstel, zijn jullie nou helemaal gek geworden? Of leg bijvoorbeeld uit wat de zendhobby bij calamiteitenbestrijding betekent. Laat ze in elk geval weten dat er een hoop mensen in het land zijn voor wie dit onaanvaardbaar is. Nijkerk is een redelijk kleine plaats, maar als die gekte eenmaal hier beleid is, wie weet welke gemeentes dit idiote voorstel nog meer gaan overnemen. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl.
Mocht deze uitzending om een of andere reden de komende tijd een keer niet doorgaan, dan kun je hem in veel gevallen wel beluisteren via youtube.com/panel-ete. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Let op, vanavond is er weer de D-Star-ronde vanaf 8:30 op de meeste D-Star-repeaters, DCS 088B en via de website van Frans, Papa Delta 4, Foxtrot, Mike, Juliet, PD4, FMJ.nl. Morgen is er verder weer een Slow Scan Radio. En microfoon naar retour.